circuit NK 2017, de dames 50 meter vrije slagfinale IPC. Op baan 1. MNC Dordrecht, het Nederlands Paralympisch team, die zet het keuzen. 2. ZTC Amersfoort, Lisa Krugger. Op 3. Van de Devo, Chantal Zijgenveld. 4. Lane 4. Germany, Maaike Naomi Schnittke. 5. Startgemeenschap ZBCA Eemsrobben, Marije Oosterhuis. 6. Van het Rivoli Swim Team, Ilona Venema. 7. De meest succesvolle Nederlandse deelnemster aan de Paralympische Spelen in Rio, HZTPC Heerenveen, Lisette Bruinsma. En op 8. Voor DWK, Marieke van Soest. Dit is de finale, dames 50 meter vrije slag IPC. Daar zijn we in te wachten voor deze 50 meter vrije slag. Oosterhuis, Venema, Chantal Zijgenveld en Lisa Krugger, alle in dezelfde categorie. Want dat betekent dat de volgorde van aan de volgorde van de uitslag is. We zien hier Schnittke aan de leiding. Sterke races van haar. We zien de S-Malen zwemster uit Duitsland, Paralympisch kampioenen. En dan maar heel dicht bij een maand. Want wie Chantal Zijgenveld, zij denkt als tweede aan 28-12 voor Maaike Naomi Schnittke. En dan kijk eens die 28-65 van Chantal Zijgenveld. Dat is ook een hele mooie tijd hier. In ieder geval binnen de WK-limiet voor Zijgenveld. Dames en heren, uw applaus. WK Mexico, Chantal Zijgenveld. Is de tijd van Lisette Bruinsma. En dat is ook voor haar de WK-limiet Mexico. En dan kijken we naar de puntenaantallen 994. Dat is het hoogste puntenaantal. De nieuwe Nederlandse kampioen IPC. 50 meter vrije slag. Lisette Bruinsma. En dan gaan de dames het water verlaten. En dan gaan we ons opmaken voor die laatste race van deze Swim Cup 2017. Die titanenstrijd op de 50 meter vrije slag bij de dames. We hebben er enorm veel zin in, Jos. En jij gaat de dames aan ons voorstellen. Met genoegen natuurlijk. In baan 1 van het NEC Eindhoven en PSV, Nelly Veldhuis. 2 van PSV, Maud